Hi Stembok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 41. En dat is van maandag 10 oktober tot en met zondag 16 oktober. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Steenbok, alsof jij deze week eigenlijk een stuk hebt waarin je vooral aandacht geeft aan een stuk gezelligheid. Ik heb het idee dat er eigenlijk ook wel wat aandacht gevraagd wordt om een stukje werk, of misschien wel een stukje van het privéstukje dat je iets moet doen. Maar je lijkt deze week daar gewoon even niet zoveel zin in te hebben. Ik heb het idee dat je dus echt liever iets gezelligs gaat doen dan dat je ook echt daadwerkelijk een bepaalde actie gaat uitvoeren waar je gewoon geen zin in hebt. En normaal gesproken ben je daar heel stevig en strikt in dat het dan eerst moet gebeuren voordat je iets anders gaat doen. Deze week heb je daarin gewoon echt even dat je denkt van nou, het komt wel. En het kan zijn dat je omgeving daar wel op een bepaalde manier op reageert. Maar ik heb toch dat jij kiest voor het stukje wat jij leuk, gezellig vindt. Of in ieder geval waar je aandacht aan wil geven. Want het lijkt echt een stuk te zijn dat je met anderen doet. Je lijkt graag onder de mensen te willen zijn. En niet echt ervoor te kiezen om in je eentje op pad te gaan. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.